We staan hier bij het Nederlands kampioenschap Run by Grun in Spijkenisse, bij de twee winnaren van de middenafstand. Hoe voelt dat? Ja, heel goed. Ik had het niet verwacht, maar ja, het is super mooi dat het zo goed ging vandaag. En Daan de Groot, hoe ging dat voor jou? Ja, het ging, alles ging volgens plan. Eigenlijk mijn hele voorbereiding ging al goed. En ik had normaal last van loopblessures voor de vorige NK's, of ik had helemaal niet getraind. En dit ging gewoon allemaal perfect. Dus, en het plan ging ook goed. Dus ja, super mooi. Je vertelt, het plan ging goed. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, er waren ongeveer 12 scenario's. Dus ik had. Allemaal. Ik zal ze. De eerste was. Nee, ja, ik had gewoon de hele week al in mijn hoofd van. Ja, wat als ik met Yannick in de wissel kom? Of wat als Thijs voor me zit voordat ik de wissel inga? Dus ik had allemaal een plan gemaakt. En nou ja, een van de plannen was samen met Yannick de wissel in. En dan heel hard de wissel door. En dan zorgen dat ik wegreed op de fiets. En ja, dat was hem vandaag. Dus, ja. En Sophie, hoe ging dat voor jou? Voor mij, ik had niet echt een plan. Ik rende gewoon hard weg. En toen dacht ik, nou oké, nu lig ik los. En toen heb ik gewoon alles solo gedaan. En toen had ik al gedacht dat ik op de fiets misschien wel weer bijgehaald werd. Maar toen ik hoorde dat dat ook niet het geval was. Ja, gewoon hard doorgefietst. En kon ik ook mooi genieten van de laatste 5 kilometer lopen van al het publiek. Heel goed gedaan. En nu nog plannen voor de rest van het seizoen? Ja, op 20 oktober doe ik nog het EK Duathlon in Ibiza. En hoe gaat dat voor jou? Ik ben helemaal klaar voor dit seizoen. Ja. Maar volgend jaar heb ik weer mooie doelen. Maar het EK in Ibiza is voor mij, het is steren. En ik pak altijd de meeste tijd op de fiets. Dus het is gewoon niet zoveel te halen voor mij. Dus ik ga even rusten en dan klaar voor volgend jaar maken. Allebei hartstikke gefeliciteerd en bedankt voor het interview. Ja, dank u wel.